Daardoor hou je gewoon een beetje dat ritme ook in je dag. Iets ouder, dus ze mogen nu al echt op. En als je het even hebt laten bakken, krijg je dit heerlijke mengsel. Dit is voor mij zeg maar een portie. Basic yoghurt. En dit is dan mijn ontbijt. Heel simpel, maar heel lekker. Warme afbakbroodjes in de ochtend zijn echt top. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Fit Addict video. Vandaag laat ik alles zien wat ik eet. De dag is een beetje rommelig begonnen. Ik heb volgens mij nog niet heel veel tegen jullie gezegd. Maar ik werk dus weer thuis. En ik zat net in een call en ik at iets. En toen dacht ik, oh, ik film wel iets in de day vandaag. Dus toen pakte ik snel de camera erbij. Ik heb dus eigenlijk vanochtend alleen die broodjes gegeten. En dan nu dat goed bezig koekje. En ik drink natuurlijk de hele dag door gewoon lekker thee. Ik ga nu weer een call in. Druk dagje vandaag. En ik neem jullie gewoon weer mee in alles wat ik eet. Dus stay tuned. Ja, top. Oké, nou dat was hem. Het ziet er duidelijk uit. Dus ik denk dat ik er wel mee uit de voeten kom. Ik ga nu eventjes lekker wandelen. Het is nu nog droog. Er komen wel wat buitjes aan. Maar even eruit. Dit doe ik standaard rond een uur of 12 of 12:30. Om het toch een beetje in ritme vast te houden. En lekker in beweging te blijven. En natuurlijk lekker frisse neus. Zoals ik eerder ook al zei, vind ik het tussen de middag heel fijn. Om lekker naar buiten te gaan. Frisse lucht. Echt even de natuur in. En daar ben ik nu ook. Zoals je ziet. Echt helemaal in de natuur. In een park. Dus dat doet me gewoon heel goed. Krijg ik nieuwe energie van. Voel ik me gewoon beter door. En daardoor hou je gewoon een beetje dat ritme ook in je dag. En dat is gewoon veel fijner. Dus ik ga lekker genieten van mijn wandeling. Ik kom net terug van mijn wandeling en ik heb best wel honger gekregen. En ik ga nu mijn tomaatjes opmaken, want deze zijn al iets ouder, dus ze mogen nu wel echt op. Ik ga ei en tomaat maken voor lunch en ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Allereerst natuurlijk alle tomaten wassen en snijden. Ik gebruik er 4 omdat ze allemaal op moeten, maar je kan ook gewoon 2 of 3 gebruiken. Ligt er maar net aan wat je wil. Gaat het vuur aan en dan gaan we deze opbakken met zout, peperkaaien als kruiden en wat tuinkruiden natuurlijk. Ondertussen pak ik vast een bord, een brood. Ik heb hier gewoon maïsbrood van de Albert Heijn. Dat maakt wel echt het verschil, vind ik, qua smaak. Boter geeft toch echt wat extra's, anders had ik het er ook niet op gedaan. De tomaten pruttelen lekker, zoals je kunt zien. Ze moeten nog een klein beetje en dan doe ik de eieren erbij. En als je wil kun je nu nog een beetje kruiden erop doen, omdat je natuurlijk iets hebt toegevoegd. Ik doe altijd nog wel een beetje extra cayennekruiden. Geeft gewoon heel veel smaak. En als je het even hebt laten bakken, krijg je dit heerlijke mengsel.
En om het af te maken doe ik er vaak nog een beetje van dit op. Dit is aromat. Geeft echt heel veel. Echt een apartere smaak. Echt maar een heel klein beetje. Maar het hoort er wel echt voor mijn gevoel bij ofzo. Dus dat. Dat is mijn heerlijke lunch. Probeer het eens een keer, want het is echt heel erg lekker. Vorkje erbij. Ja, ik heb het gevoel dat het een beetje een saai vlog is. Omdat ik natuurlijk niet heel veel meer meemaak. Ik zit gewoon weer binnen. Niet meer naar kantoor. Dus er gebeurt ook veel minder. Maar ja, weet je, het is even niet anders. Ik wou nu eventjes weer wat gaan eten. Vandaar dat ik hier weer eventjes ben. Ik heb laatst deze nootjes ontdekt van Divis. Dit zijn mixnootjes met cranberry gedroogd fruit. Op zich wel lekker en ik eet er gewoon steeds een beetje van. Dus ik ga nu gewoon een klein handje van deze nootjes eten. En ik had gisteren in ieder geval, zondag had ik gemeal prepped, had ik curry gemaakt. Maar gisteren is het dus helemaal verkeerd gevallen en 's nachts werd ik wakker. Ik had zo'n buikpijn, dat was niet normaal. Dus ja, die curry kan ik niet meer eten. Dus blijkbaar iets in wat niet helemaal goed valt. Vanavond eet ik iets simpels. Iets wat ik nog ergens in huis heb liggen. Ik denk dat het een pizzaatje wordt. Maar voor nu dus even een klein handje nootjes. En met een klein handje bedoel ik ook een klein handje. Het is echt gewoon, dit is voor mij zeg maar een portie. Waar ik nu wel gewoon goed verzadigd van blijf. Dus als ik zeg een klein handje bedoel ik dat ook. Voor avondeten ga ik deze pizza eten. Ja, zoals ik al eerder heb verteld, mijn curry die is een beetje, was niet goed gevallen. Dus dat ga ik me niet weer aan wagen. Dus ik ga deze in de oven gooien. En dan ga ik ze meteen lekker eten. En dit zit een heerlijke pizza. Ik ga dit lekker eten. En misschien dat ik nog iets hierna ga eten, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat zie je dan wel. Ik zal hem nog even snijden. De pizza was heel erg lekker en erg vullend, maar ik heb nog wel een beetje honger. Dus ik ga nog even wat yoghurt pakken. Deze. Hier ga ik even een klein beetje van eten. Het is gewoon Griekse stijl, naturel. Dus ik lepel er gewoon wat uit. Geen toppings, just basic yoghurt. Hierna ga ik ook niks meer eten, dat weet ik al zeker. Dus de yoghurt is het laatste voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je de inspiratie hebt kunnen halen. Geef een duimpje omhoog, vergeet niet te subscriben en dan zie ik je weer terug in een nieuwe Fit Addict video. Snel voordat de waterkoker te veel lawaai gaat maken. Doei!